Het zal u niet ontgaan zijn. Het is de dag van de verkiezingen. De stembussen zijn nog een uur open. Goedenavond. In deze verkiezingen geven Eppie Klein uit Doornspijk een dubbel gevoel. Hij stapt na 15 jaar uit de Provinciale Staten. Ik zal nog best wel eens een keer spijt krijgen. En ik zal ook wel eens een keer heel positief jaloers zijn naar al diegenen die hier zomaar over die mooie provincie aan het werk zijn. En niks geen terror-oehoe. In Gelderland hebben we een knuffel-oehoe. Hier zijn honderden mensen al geweest. Ja, het laatste uur om uw stem uit te brengen voor de Provinciale Staten en natuurlijk het waterschap. Traditioneel ligt de opkomst bij deze verkiezingen een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toch ging 4 jaar geleden nog bijna 59% van de Gelderlanders naar de stembus. De stemmen kunnen dus bijna geteld worden. Nog een uurtje bij het stembureau in de wijk Presikhaaf in Arnhem. Daar staat verslaggever Jacques Verhagen. Ja, Jacques, het laatste uurtje. Is het daar druk? Ik moet zeggen, ik sta hier in Presikhaaf in een stembureau. Hier is het echt gezellig. Het loopt de hele tijd sinds we zijn al door. Mensen komen met kinderen, opa en oma's komen mee. Er wordt ook overlegd van welk formulier moet ik invullen. Hier is het echt druk. Dit is meneer Koskoen, hij is hier voorzitter van het stembureau. Meneer Koskoen, het loopt hier al de hele tijd door, hè? Ja, vanaf 7:30 inderdaad. 'S morgens in de vroege ochtenduren, 7:30, mensen moeten naar het werk. Dus in dit geval was het ook in de ochtenduren druk. Dus de hele dag loopt zo druk. Ja. Wat maakt het nou dat het hier zo druk is eigenlijk? Ja, ik denk dat het ook veel mensen hier in de buurt wonen met kinderen hierheen komen. En in plaats van andere stembureaus komen ze hier meteen met kinderen erbij en de stem uitbrengen. Vandaar zijn we dan hier hartstikke druk. Ja. Er zijn er ook heel veel mensen van buitenlandse afkomst, die mogen nog niet op de Provinciale Staten stemmen, maar ze stemmen wel. Ja, maar zijn er best wel veel mensen met de Nederlandse nationaliteit, die komen er ook hier stemmen uitbrengen. Maar ik begrijp, degenen die nog geen Nederlandse nationaliteit hebben, die stemmen wel op de waterschappen. Ja, dat is ook voor de eerste keer, daar maak ik mee. Ik ben vanaf 1986 altijd op de stembureaus geweest, maar ja, dat is de eerste keer voor mij. Ja, en ook dat er zoveel mensen komen. Ja, het is heel opvallend. Ik vind het ontzettend druk. En vooral, ik heb heel vaak natuurlijk meegemaakt. Maar voor Provinciale Staten zoveel belangstelling heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. En vanochtend hadden ze ook nog hoog bezoek hier. Want de burgemeester Herman Keijzer die kwam nog even een bezoekje brengen. En vroeg hoe het hier allemaal gaat. Nou, ik kan er zeggen, ik denk dat Keijzer hier ook een leuk momentje heeft gehad. Ja, in Presikhaaf zal het misschien nog even druk blijven dit uurtje. Maar Jacques, waar sta je zo meteen om 9:00 als de stembussen gesloten zijn? Ja, de race. Hè. Wie is eerst klaar met tellen? Het is altijd Schiermonnikoog, Vlieland of Roosendaal. Dus we gaan zo meteen naar Roosendaal. Want er wordt snel gestemd natuurlijk. Maar vergeet niet, er moet 2 keer geteld worden. Hè. Waterschappen en voor de Provinciale Staten. Dus even kijken, waar gaan ze mee beginnen? Welk stapeltje? Ja, wordt Roosendaal weer stemkampioen wat betreft tellen? We zullen het weten. Jacques, tot straks. Dank je wel. Ja, en over een uur na het sluiten van de stembussen dan komen we met een rechtstreekse uitzending vanuit het provinciehuis in Arnhem. Want daar worden de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen bekendgemaakt. Erik van der Pol die presenteert die avond. Erik, loopt de spanning daar al flink op? Ja, zeker. Nou, of net als bij Jacques, hè. We hebben hier nog een klein uurtje te gaan. Er komen net weer wat mensen stemmen hier op dat kleine stembureautje. En als dat stembureau dicht gaat om 9:00, dan komen wij hier vanaf de Zuidgalerij van het provinciehuis. Hier hebben wij ons decor opgesteld. Hier, op deze tafel, daarachter, daar zitten wij straks. Praten wij met senatoren, met teleurgestelde statenleden, met blije statenleden. De hele avond tot 1:00 krijgen we hier uitslagen. En die komen vanaf dat grote scherm. Daar staat straks collega Irene ten Voorde. En die gaat tot 1:00 lang u thuis bijpraten. Erik, dankjewel en ontzettend veel succes zometeen. En dan voor ons iets heel anders. Want wanneer gedraagt iemand zich verdacht en wanneer moet je nou de politie waarschuwen? Dat is niet altijd even duidelijk en daarom heeft de politie iets nieuws bedacht. Een spel via Twitter om bewoners alert te maken op verdachte situaties. Barneveld heeft in Gelderland de primeur. Daar gaan ze dus via Twitter op zoek naar boeven.
Oefen in Wijk is een interactief spel waar wij bij de burger gaan betrekken om verdachte situaties te herkennen. Dat de wijkagent twittert: helpt u mij mee? We zoeken namelijk een mogelijke inbreker. Hij heeft zich verstopt in een brandgang in de omgeving Da Costa Straat. Dus daar gaan we nu maar naartoe. We hebben diverse verdachte situaties bedacht. Mensen die foto's maken van woningen, mensen die in auto's kijken met zaklampjes. Mensen die aanbellen voor een collecte zonder vergunning, zonder collectebus. Wij zagen op Twitter dat het vanavond een spel zou zijn, Boef in de Wijk. En ook het spel loopt vooral via Twitter. En dan is het de bedoeling, als je dus een verdachte persoon ziet, dat je dan dat aan de politie meldt waar die persoon zich bevindt. Handen uit de zakken, naar de muur toe. Waarvoor? Ben aangehouden. Ik heb niks gedaan, ik sta hier alleen maar. Naar de muur toe. Ben aangehouden, niet antwoorden. Het is je gelukt, Job. Ja. En wat vroeg je toen? Ja, bent u de boef van de wijk? Heb je er ook nog wat van geleerd? Ja, ik denk ook samen met mijn zoon dat we toch meer hebben in de gaten gekregen wat verdachte situaties zijn. Als er bijvoorbeeld, net zoals hier, een vrouw zomaar wat rondslentert tussen de fiets op het station. Ja, dan kan het iemand zijn die op de trein wacht. Maar het kan dus ook iemand zijn die extra veel interesse heeft voor de fietsen. Ja, alle veranderingen zijn moeilijk. Zeker ook voor deze verstandelijk beperkte leerlingen. Vandaag namen ze een kijkje in hun nieuwe school. Hoe vind je je nieuwe school? Ja, mooi. Ja, en de bouw van de nieuwe brede school in Ammerzoden duurde 11 maanden te lang. En dus moet de gemeente Maasdriel van de Raad van State bijna 200.000 euro terugbetalen aan het Rijk. De bouw liep vertraging op omdat er lange tijd geen alternatieve leslokalen konden worden gevonden. Het ministerie van Onderwijs eiste daarop een deel van de subsidie voor de school terug. De gemeente ging niet akkoord, maar trok bij de Raad van State aan het kortste eind. En het was niet zomaar een pakketje dat vandaag in het Nijmeegs Museum het Valkhof werd afgeleverd. Het pakket was niet alleen groot, maar ook nog eens heel bijzonder. In aanloop naar de tentoonstelling over Romeinse beelden ging vandaag de kist met het unieke kunstwerk open. Samen met het topstuk is ook de medewerker van het museum in Napels mee naar Nijmegen gekomen. Het kostbare Romeinse beeld van 2000 jaar oud heeft een lange reis vanuit Italië per vrachtwagen achter de rug. Een spannend moment nu de kist open gaat. Perché comunque spostare statue di grosse dimensioni e di un'importanza storica è abbastanza complicato. Het bronzen beeld van keizerin Agrippina is een van de weinige complete grote Romeinse bronzen beelden in de wereld. We hebben al meer dan een jaar hieraan gewerkt en elke dag over dat beeld en hoe groot is het beeld en die kist moet getimmerd en wat heeft ze voor maten en hoe zwaar is. En eigenlijk moet ik weer naar Napels bellen om dat te weten. Dus we zijn al een jaar daarmee bezig en nu is dan de grote dag en nu is ze eindelijk hier. Dus ja, dat is wel totaal opwindend, ja, ja. Vanaf zaterdag is het beeld te zien op de tentoonstelling over Romeinse beelden in Museum Het Valkhof. Ze moeten 1,5 kilometer papier verwerken. 4 werklozen digitaliseren het komend jaar het archief van de gemeente Doetinchem. En voor deze job zijn geen vacatures uitgeschreven, maar krijgen werklozen de kans. Dit zijn David van Zutphen en Tessa de Jong uit Doetinchem. Beide waren werkloos, maar dankzij de gemeente Doetinchem hebben ze komend jaar een baan. Ik heb hiervoor productiewerk gedaan, dus alles beter dan productiewerk, zeg ik dan. En er hoort nog een opleiding bij, dus dat is helemaal mooi. En je ziet een ander aspect, zeg maar, van het werken. En je leert echt gewoon een vak. We worden opgeleid binnen de archiefwereld en daar wordt ook een stukje digitalisering meegepakt. En daarmee hoop ik straks ook verder te kunnen binnen het gemeentewezen. In Purmerend viel een terror-oehoe mensen aan, maar in Noordeinde, dat is een gehuchtje op de Noord-Veluwe, vliegt een ware knuffel-oehoe rond. De eerste weken bleef hij nog wat op afstand, maar inmiddels is hij zo gewend dat de aanhankelijke vogel landt op het hoofd van voorbijgangers. Vandaag zit de uil op de kerk. Oehoe, oehoe. De lokroep van Helmier Kracht lijkt te werken. De knuffel-oehoe vindt het leuk om op de hoofden van de massaal toegestroomde vogelaars te zitten.
En ook de inwoners zelf schrikken soms van het dier. En op een gegeven moment, vlak boven me, en toen greep ik zo schrikkend van... Oh, en greep ik in een bos veren. Valt hij dan aan? Nee, hij doet niks. De vogel trekt al weken honderden vogelaars uit het hele land naar het kleine dorpje op de Noordveluwe. Ik kom allemaal naar het Noordeinde. Eindelijk is het dan zover dat men in Nederland nu weet waar het Noordeinde ligt. Helemaal bovenin op de Noordveluwe? Helemaal. Op de oude Zuiderzeedijk. Ze zitten ook elders in Nederland. En er zit er eentje die valt ook mensen aan. Die is agressief. Die noemen ze de terror-oehoe. Ja, ik heb er inderdaad wat van gehoord op tv. Ja. Hoe moeten we deze noemen dan? Nou, zullen we dit het schattige uiltje noemen? Hij was de nestor van de Gelderse politiek, Eppie Klein. 15 jaar lang was hij actief bij de Provinciale Staten. Als plaatsvervangend voorzitter en fractievoorzitter van de SGP. Maar na al die jaren legt Eppie Klein zijn werk in de politiek voorgoed neer. Herinneringen komen naar voren, hoe je hier debatten hebt gevoerd. Ja, het afscheid van het werk heb ik een aantal maanden over kunnen doen. Ik zeg altijd, in mijn hoofd heb ik al afscheid genomen en nu nog fysiek. Ik zal nog best wel eens een keer spijt krijgen. Goedemiddag. Ik heb hier mijn rol gespeeld. Ik heb hier hopelijk ook een functie gehad voor heel veel mensen. En dan moet je de balans opmaken. Ja, het is goed. Even wennen om weer hier te zijn om afscheid te nemen. Dat is wat. Ja, afscheid nemen is altijd... Ja. Ja, het is ook wel mooi om terug te kijken. Hele goede herinneringen. Ja. Fijn is dat, hoor. Ik ben het meest trots op dat ik toch in het debatten iets heb proberen te betekenen voor het maatschappelijke debat. En ik was in het debat wel eens heel scherp. Maar dan stond die inhoud centraal. En op dat moment mag het ook even scherp confronterend zijn. Maar als je daar doorheen, door die zaak heen, maar weer even de mensen erachter ziet van... ja, maar ik bedoel jou niet. Ik bedoel dat zakelijke aspect. Hé, hey! Ja, Jacob. Wat zie je er moe uit? Waarvan? Van die campagne. Nou... Ik val in een zwart gat. Maar ik heb er ook een bodem in gelegd. Misschien dat kinderen, kleinkinderen, vrouw, gezin, familie... ja, iets meer van Eppie kan genieten. Een van de eerste dingen die ik deed als ik hier in de auto stap, was even een berichtje naar huis. De vergadering is afgelopen. Hoe was het vandaag? Zonder een harmonieus gezin zou ik dit werk niet allemaal hebben kunnen doen. En dat hebben we. We hebben een heel gezellig gezin. We hebben 5 zonen en 1 dochter. Hoe heet het daar ook alweer? In het Gooi. Die dure buurt. Nee. Oh, ik ben het Gooi. Ik denk dat ik mijn tijd die ik thuis kon zijn, heel kwalitatief heb ingevuld. Ik kan alleen maar naar buiten toe iets betekenen voor de rand van de samenleving, gevoed vanuit mijn geloof. En dat geloof is een christelijk geloof. Die woensdagen dat ik naar de Statenzaal ging, ja, ik ging het huis niet uit of ik moest mij laten voeden door die Bijbel en even het stille gebed. En voor mij hoeft het er niet dik bovenop te liggen. Ik hoef niet altijd naar buiten toe te roepen van dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. Woord en daad moet bij elkaar passen en misschien zijn mijn woorden minder dan mijn daden geweest. Ja, ik was niet alleen politicus. Ik deed niet alleen in de staat het werk. Nadat ik rector ben geweest, dacht ik van, ik heb zoveel geleerd. Laat ik ook iets betekenen voor al datgene wat ik heb geleerd voor andere mensen. Zie je terug? Ja, leuk hè. Heb je nou wat visitekaartjes? Heleboel. Oké. 14 of zo. 14, hè. Goed werk. Goed werk. Organisatieadvies, coaching, mediation, maar ook projectrealisatie. Dit bedrijf hier in Elburg hebben wij ook helemaal begeleid. En op enig moment komt de vraag naar me toe van... Eppie, jij gaat de Staten uit. Wil je niet voorzitter van die hele nieuwe vereniging zijn? En daar heb ik niet lang over na hoeven te denken.
Wat heb je dan al die jaren buiten de landbouw gedaan? Daar heb ik leren besturen. Daar heb ik geleerd van hoe kunnen we beleid omzetten naar gewoon menselijk handelen. De emotie komt naar boven wanneer ik voel dat mensen onrecht wordt aangedaan. Als ze me daarin betitelen van hé, hij ging voor het recht. Als ze dat zouden zeggen, zou ik heel erg blij zijn. Eppie Klein, hij neemt na 15 jaar afscheid van de provincie. Spannend, spannend, spannend. Dat vinden we allemaal als we voor het eerst in een gloednieuwe omgeving komen. En dat is helemaal het geval vandaag voor leerlingen met een verstandelijke beperking in Lichtenvoorde. Zij zagen voor het eerst hun nieuwe schoolgebouw van binnen. Goedemorgen. Vind je het wat? Nou, moeten we deze kant op, Marijn? Is dat spannend, je nieuwe school bekijken? Ja. Ja. En hoe vind je je nieuwe school? Ja, mooi. Vind jij het ook spannend, je nieuwe school bekijken? Ja. Nog nieuw allemaal, hè? Ja. En dan kom je hier binnen en hoe ziet het lokaal er dan uit? Puinzooi. Het is een puinzooi. Hoe lang duurt het eigenlijk nog voordat jullie echt hier op school zitten, weet je dat? 2 weken. Deze zijn wel een stuk mooier dan onze oude. Super saai. Ja, hey. Staat iedereen af? Lacht iedereen? Jongens, kind. Yay! Ja, en die puinzooi wordt nog opgeruimd. Op maandag 30 maart dan gaan de kinderen voor het eerst echt naar school. En in juni is de officiële opening en dan wordt ook de naam van de nieuwe school bekendgemaakt. Gaan wij nog naar het weer, daarvoor gaan we naar Wageningen, naar Jordi Bloem. De dag begon kil met vorst aan de grond en op sommige plekken dichte mist. Maar de zon brandde de mist al snel weg, zoals hier in Doetinchem. Prachtig gezicht trouwens, de opkomende zon. Maar in een deel van Gelderland bleef het vanmiddag nog wel grijs. In het zuidwesten, in de omgeving van Zaltbommel, hadden ze te maken met een groot bewolkingsgebied dat boven het westen en zuidwesten lag. Restanten van de mist van vanmorgen ging over in laaghangende wolken die ook van boven zee werden aangevoerd. En een stukje van die bewolking reikte tot aan het zuidwesten van onze provincie. Maar in een groot deel van Gelderland was het prima stemweer. Komende nacht vanuit het noorden wel toenemende bewolking. Uiteindelijk raakt het overal bewolkt. Het wordt wat nevelig en de minimumtemperatuur komt uit op een graad of 5. Een minder koude nacht dan de voorgaande nachten. Ja, morgenochtend is het dan toch overal bewolkt, denk ik. Laaghangende bewolking, misschien een spatje. En vooral in de middag breekt vanuit het noordwesten op steeds meer plekken de zon door. Dus vooral de namiddag wordt denk ik vriendelijk in Gelderland met zonperiode. Bij een zwakke noordelijke wind wordt het morgen minder zacht dan de afgelopen dagen, 11 tot 12 graden. Maar nog wel de temperatuur in de dubbele cijfers. Vrijdagochtend is de niet volledige zonsverduistering en die is denk ik te zien in Gelderland. Want er zijn brede opklaringen, pas later op de dag vanuit het noorden wolkenvelden denk ik. Het wordt een graad of 10. Zaterdag wordt het 9 graden, zondag nog maar 8 graden. Aan zaterdag is het waarschijnlijk bewolkt, kan het een beetje regenen. Maar zondag keert de zon terug. Met een aantrekkende noordoostelijke wind wordt er dan droge lucht aangevoerd. En dit was Gelderland Vandaag met veel nieuws over de verkiezingen. De stembussen die zijn nog even open en als ze gesloten zijn, dan zenden we de uitslagenavond live uit. Om 8 uur is er weer een nieuwe Gelderland Vandaag. Graag tot dan, nog een fijne avond.